heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Jongens, welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. Een ouderwetse Hot Coffee Show met daarin Tom. Oh, ik dacht dat je ook je eigen naam ging doen. Dit is Peter. Ja, en Peter. Ja. Ja. En Tom. En Tom. Die zit hier naast me. Ja, en ik ben dan Peter. Leuk, de Hot Coffee Show is een programma waar we elke donderdag de stellingen van de community behandelen. Hete stellingen. De hete stellingen, want het is natuurlijk de Hot Coffee Show. Voor de verandering hebben we ook weer eens koffie, want ik zit met Hipster Daan, die altijd aan de thee zit. Met Marcel, die altijd aan de thee zit. Oh, Camille. Ja, Camille. Moet ik een beetje rustig van, want het is zo druk hier. Allemaal powernaps doen hier op de bank. I know, groene thee, kan ik lekker schijten. Anywho, Hot Coffee Show, dus dat doen we. Maar deze Hot Coffee Show doen we een interventie. Want ik wil een time-out. Want ik wil een Games Jam bezoeker van harte terugwensen bij de community. Dat is Neo Life Martijn. Welkom terug. Hij is sabbatical, maar hij is weer terug. Leuk dat je er bent, man. Maar het loopt helemaal uit de hand, man. Martijn, leuk dat je er bent, maar daar is het gat van de deur. Nee. Je moet vooral blijven, maar joh. Doe rustig. We zijn heel druk aan het maken op onze content. Hey, kritische noot is goed. Ja, maar zeker. Deze stelling die ik heel graag niet naar, maar... Ik hou wel van een kritische reactie onder de video's, vind ik helemaal prima. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik van deze ook al een beetje opkeek, want dit was namelijk een stelling op vorige week. Trouwens, thanks voor al jullie reacties, jongens. Ja, maar reacties, leuk. Neolite kwam binnen met, en let op, dit is geen grapje. De Nintendo Switch is nu al geflopt. Niet een teleurstelling, niet valt een beetje tegen, maar geflopt. Ding is een week uit. Helemaal geflopt al. En heeft hij dan ook onderbouwing bij? Van ja, dat komt omdat zwakke grafische prestaties. Wat ik ook knap vind dat je dat weet. Want eigenlijk weet nog steeds niet iedereen wat nou precies in een Switch zit. Qua hardware. En dan zeg je van... Ja, dan kunnen er geen third-party titels op. Terwijl ik zoiets heb van... Maar juist als een console makkelijker is om... Als het like, grafisch minder veel eisend is... Zijn het juist makkelijker games voor te maken door third-parties. Kijk naar een tablet. Weet je wel, een slecht Android-tablet heeft een grotere catalogus dan een console. Want, simpel. Ja, maar Martijn is ook wel heel erg iemand die heel erg naar de hardcore PC-gaming-groep zit. Hè? Die wil ja, maar dan, alleen maar... Nee, maar dan was het al geflopt voordat het ding uitkwam. Want dit is niet voor de PC-gamers. Nee, maar wat... Ja. Oké. Okay. Tenminste toch? Of ja, nee, fout? Maar ik had een beetje moeite met die stelling. Omdat het is... er is wel veel gedoe rondom de sfeer. Ik wil dat toch even benoemen. Ja, uiteraard. Ja. Er is een filmpje online gekomen wat ik heb gezien over allemaal defecte switches. En Nintendo erkent dode pixels niet. Dat vind ik eigenlijk de meest heftige van dit nou, hele verhaal. Nou, inderdaad. Dat niet erkennen van de dode pixels. Of juist erkennen van de dode pixels. Zo van, ja, als je een dode pixel hebt, hoort erbij. Ja. Die vond ik heel kwalijk. En dat was inderdaad wel een dingetje. En er was ook een filmpje kwam er voorbij. Ik weet, jij hebt het filmpje volgens mij ook gezien. Met allemaal switches die eigenlijk kapot waren. Gewoon productiefout switches. Ja, maar ook gewoon in het de body en in het design. Dat er krassen op het scherm kunnen komen als je hem te vaak in het dock zet. Dat zijn inderdaad wel kleine defectjes. Maar goed, dat denk ik van dat is op te lossen met een rubbertje. Ja, maar ik bedoel, het gaat me meer om dat filmpje. Dat nu heel erg het idee is van dat heel erg een ding is. Dat is massamedia. Dat vraag ik me dus af. Ik weet het dus niet. Wij hebben 4 switchen. Zo! Ik 2, hij 2. Ja, let's go. 5. Nee, wij hebben de 4, we hebben de 3 in de tuk-tuk staan en we hebben de 1 thuis. Ja. En ik heb al die problemen niet gehad. We hebben wel een keer een switch moeten resetten. Die was vastgelopen. Ja, die was een soort van op slaap gegaan en wou niet meer wakker worden. Nou, dat was gewoon even resetten en die deed het weer. Dus... En ik heb ook 1 keer dat gehad. Maar dan hebben we het dus over een switch die heel de dag aan staat. Gewoon 6 uur lang achter elkaar. Dat is dan... ik vraag me af, en ik weet niet in hoeverre... dit gevaarlijk is om te zeggen of niet, maar dat dus de excessen zijn van mensen die daar gelijk filmpjes van maken. Ja. Of dat het wijst op een groot probleem. Want nou, het lijkt me dat elk product wat launch productiefout heeft, en ook toen de Xbox One en PlayStation 4 uitkwamen, waren er ook heel veel filmpjes. Yellow Light of Death en de Red Ring of Death waren de Xbox 360 en de PlayStation 3 zijn mankementen. En die waren ook vrij breed. Er zijn miljoenen consoles ondergevallen. Maar dit is inderdaad wat je zegt van, er zijn een aantal mensen die maken een filmpje. En dat is natuurlijk ook wel weer een beetje een soort van clickbait kwestie. Natuurlijk druk je op een filmpje van Switch kapot. In plaats van Switch doet het prima. Switch doet het prima. Niks mis mee. Ik haal hem hier gewoon eruit. En ik speel gewoon lekker Zelda. 6 uur lang. Weet je wat? Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik ga klikken. Ja? Ik ga klikken. Ja, nou ja, wij klikken erop. Maar nee, het is een beetje... Gaat goed. Productie gaat goed. Massaproductie goed verlopen. Op zich best wel goede omzet voor Nintendo. Het is een beetje... 90 Witscope. Het is zo...
Het is de Switch-gate misschien van het jaar. Ik weet het niet. Ik wil wel een oproep plaatsen ook aan de gamesbezoekers die inmiddels een Switch hebben. Laat even jullie ervaringen ook aan ons weten. Dat kun je doen via Twitter, kun je hieronder doen. Of op YouTube, waar je ook kijkt, laat even het weten. Want wij hebben er 4 en die werken prima. Nou ja, goed, wat ik zei, het is 2 keer vastgelopen en die was gewoon reset. Ja, maar dat is niet, het zijn geen dode pixels, het is geen gebroken scherm. Nee, ik ben ook voorzichtig als ik hem in dat ding zet, want ik besef dat ook. Ik ben heel voorzichtig, dus ja, ik heb... Dat is ook weer zoiets van, ja, die Switch is kapot, wat is er gebeurd? Ja, ik heb hem 6 keer op de stoep laten vallen. Ja, of in dat filmpje zat ik heel vaak van dat mensen, zeg maar, de Joy-Con verkeerd om... Oh, en dan doorduwen! En dan doorduwen, dat is echt super slim. Als er weerstand is, doorduwen. Ja, we zien het op Pornhub, maar zo moet je eigenlijk met een Switch niet omgaan. Nee. Kijk, dat erin porren en gewoon door blijven stouwen, dat is iets, weet je wel... Ja, want op een gegeven moment krijg je er niet meer uit. En zit hij gewoon vast. Zo dom ook dat met die Joy-Cons verkeerd om op te duwen. En dan gaat die loszitten, lijkt me. Ja, goed. Yeah. Terug naar nieuw light. Ik denk dat de Switch, Martijn, geen product voor jou is. Jij hebt gezegd dat je Breath of the Wild geen mooie game vond, omdat het grafisch moest inboeten vanwege de chipset. Die game is gemaakt op die chipset en ze hebben nooit gedacht dat het meer zou worden. En die game hebben ze daarom een keuze gemaakt om het op die manier mooi te maken. En net als bijvoorbeeld de Wind Waker. Ja, die kan volgens mij op een iPhone, maar schitterende game. Gewoon vanwege de stijl. En niet alles hoeft eruit te zien als Crysis fucking 6 of zo om mooi te kunnen zijn. Weet je hebt ook gewoon... eerst op games. Ja, Crysis 6, confirmed. Mijn linkje binnen Crytek. Oh, en die ga je zo'n slaken, laat maar. relevant. In een tweet. Maar nee, dat is... Ja, ik weet niet. Een game kan ook mooi zijn zonder dat het die super high-def visuals heeft. Weet je, een 2D-game kan ook nog steeds prachtig zijn. En als je daar niet in gelooft, ja, dan inderdaad, dan ga je maar voor een PC met 6 1080's erin en een 32 gigram geheugen, dan betaal je daar lekker prima. Nog één dingetje, en dat is over de third-party ontsteking. Ik heb daar wel zorgen over. Dat de third-party niet meekomt erop? Nou, niet in games zoals gamers op Gamersnet het graag zien. Oh nee, natuurlijk dus niet. Dus dat je maar niet daar een Call of Duty op de Switch Maar daar is de Switch ook niet voor gemaakt. Dat is... Is dat nu het ding? Is dat nu gewoon klaar? Want bij de Wii U hadden we een beetje de hoop van, goed, ze gaan ook focussen op third-party. Maar de Wii had ook nog een aantal Call of Duty titels die op zich best wel hilarisch waren gewoon. Maar is dat nu klaar? Is dat gewoon, we gaan gewoon de Switch kopen als je van Nintendo houdt en anders niet? Dat, maar ook een beetje nog erbij gewoon van... De Switch is een apparaat waar je specifiek op moet gaan developen. En niet, ik maak een game voor iedereen. Ik port hem ook nog naar de Switch. Dit is iets wat je... Denk aan de Snipperclips, denk aan een Breath of the Wild. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Dan moet je op de Switch. En dan kun je op zich nog steeds een mooi en een goed spel maken. Maar ja, als je als third party zoiets hebt van... Nee, ik wil alleen maar gewoon de volgende... Ik wil Battlefield 1 naar Switch brengen. Ja, dat is gewoon lastig. Ja, daar gaat hem gewoon niet worden. Dus ik denk dat het gewoon een beetje een mindset is... die ontwikkelaars wel of niet aan moeten nemen. Eigenlijk vind ik dat ook wel weer vet. Want het varieert ook onze community. Want ik heb binnen de games community... heel veel Switch-liefhebbers inmiddels ontmoet en ontdekt. En dat is superleuk. Want die spelen dus daadwerkelijk iets heel anders... dan al die PlayStation, Xbox, PC-gamers... die toch een beetje in hetzelfde... vijvertje aan het vissen. Maar dat is ook het ding, weet je. Xbox en PlayStation zijn alleen maar bezig met zo PC mogelijk zijn. En Nintendo heeft zoiets van, hey, fuck jullie. Wij gaan gewoon iets maken wat compleet anders is. En dat maakt volgens mij onze markt veel leuker. Ja. Ons wereldje. Maar volgens Neolight heeft dat geen recht van leven, omdat het niet een PC wil zijn. Die zegt, het is geflopt, omdat het niet probeert, net zoals Xbox of PlayStation, heel braaf, gewoon een PC te zijn. We zijn eruit. En nee, niet eens. Ja. Nee, maar het is leuk. Het is toch juist leuk dat we iets anders hebben? Oh, ik dacht dat jij moet antwoorden. Ja, dat is heel leuk. Nee, ja, ook als je, absoluut. Laat weten wat jij... Zijn echt mensen te knikken? Ja, Tom! Oh, ik ging al reageren. Oh, hij had het tegen Peter. Oké, delete. Abonneren. Hij heeft het nooit tegen. Abonnement opzeggen. Jongens, bedankt voor het kijken. Ja, dat is sowieso. Ik hou van je, hè? Ik vind het top. Nee, Martijn, echt op zich wel een leuke stelling. Het is wel lekker relevant ook weer. Ja. Dus, zeker, ja. Maar absoluut niet mee eens. En ga weg. Nee, blijf. Bedankt voor het kijken allemaal. En mocht je dit een leuke show vinden, we doen dit al 2 jaar, denk ik, bijna. Goed, 2 of 3 inderdaad, ja, denk ik. Al heel lang, dit is een van de langslopende shows op Games.nl. We blijven het doen, want we vinden het leuk. En hopelijk jij ook. Hopelijk vind ik het leuk. Ja, precies. Doe dat ook vooral op YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. En Twitch, doe je live? Nee. En ga naar gamersnet.nl voor al je dagelijkse Porsches game nieuws. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Peter. En laat ook weer in de comments weten of je een nieuwe stelling voor ons hebt. Daar willen we graag over praten. En geef ook je reactie hier op de Switch. Heb je een Switch? Wat zijn je ervaringen? Is die geflopt? Laat het ons weten. We willen het graag zien. En wie weet kom je volgende week ook in de Hot Coffee Show. Dan noemen we je bij naam en toenaam. En... Games is love, games is life. Dat, wat hij zei. Alles, nog een keer, maar dan, ik zeg, ja. Maar dan Brabant. Games is love, games is life. Wat is meer Limburgs? Dat is Limburgs.